Ik heb een verhaal meegebracht, want ik ben naar Nederland gekomen met al die ooms en tantes en vaders en moeders van jullie. Naar Nederland en daar heb ik toen bedacht hoe het hier ging met mij. Kusch large cherbis kecheris, ulke den ulke lere. Ik zat in bad, stel je voor, in de badkamer, gewoon in bad. Zo heerlijk lekker warm. En plotseling kwam er een lied in mij op, mijn lievelingslied. Sejak ulke. Kusch large cherbis kecheris, ulke den ulke lere. En ik dacht, wauw, wat klinkt dat? Dat lied dat sprong tegen het plafond en ketste tegen al die tegels. En dat klonk zo geweldig. Ik dacht, dat moet de hele wereld horen. De hele wereld, want ik zat alleen in mijn bad. Dus droogde ik me snel af, kleedde me aan, ging de voordeur uit en rende zo snel ik kon naar de moskee bij ons op de hoek. Daar ging ik de trap op naar boven, testte de microfoon, zette de luidspreker recht voor het raam. En toen begon ik aan mijn eerste gebedsgezang. Hoewel het er eigenlijk nog helemaal geen tijd voor was. Maar ik dacht, dan zing ik vast wat. En dat klonk over de daken. Over de hele stad kon iedereen me horen. En ik zag dat de mensen snel op me af kwamen lopen. Daar beneden, daar stonden ze allemaal op het plein. Maar toen ik goed keek, toen zag ik, die deden zo vreemd. Die hadden allemaal hun oren dichtgestopt. Ik hield op, rende naar beneden. En ik vroeg, wat is dat voor een onzin? Waarom hebben jullie je oren dichtgestopt? Kun je daar even mee ophouden? Ik zing. En toen, die man die vooraan kwam, die zei tegen me, Hotja, Hotja, alsjeblieft, hou op, onmiddellijk. De kraaien, die krassen nog erger, dit is echt vreselijk. En toen was het me pas opgevallen. En ik zei tegen hem, je hebt helemaal gelijk, ja. Daarboven dacht ik ook al, dat klopt helemaal niets van, dat klinkt niet, dat is niks. Ik ga meteen naar het gemeentebestuur en dan vraag ik geld, zodat we eindelijk onze moskee keurig netjes kunnen verbouwen. En dan wil ik daarboven een badkamer, zodat mijn stem klinkt zoals hij moet zijn. En tot die tijd, ja, het spijt me, maar dan moet u mijn uw gebeden maar komen doen in mijn badkamer, niks aan te doen. En daarna liep ik waardig naar huis en oefende nog even in mijn badkamer. Kusch large cherbis kecheris, ulke den ulke lere. Nasreddin is in dit geval, woont hij ergens in een grote stad in Turkije. En daar is hij leraar van een school. Vrienden. Voor kinderen die niet of nauwelijks in aanraking komen met kunstzinnige uitingen, maakt Rens Vette ook gebruik van Hodja's verhalen. Ik ben Rens Vette. Ik werk in Arnhem voor een stichting Beleven. En wij werken met name op scholen hier in dit soort wijken. Dat noemen we achterstandswijken. Waar veel verschillende culturen wonen. En onze stichting probeert door middel van kunstzinnig onderwijs kinderen wat meer bij te brengen. En ik probeer door middel van verhalen vertellen kinderen uit verschillende culturen ook, ja, wat fantasierijker te laten luisteren, te laten lezen en een beetje inspireren. Nasreddin Hoca komt uit Turkije, Anatolië. Maar Nasreddin Hoca komt ook uit Bulgarije. Uit heel veel, eigenlijk uit alle islamitische landen, komt er zo'n figuur, zo'n volksfiguur. Hij is rustig, hij is slim, hij is af en toe irritant, hij is af en toe speels, eigenwijs. Maar hij neemt ook de kalif op de hak. Ik treed ook in Duitsland op. Dan vertel ik ineens Duitse Hoca-verhalen. Dat zijn natuurlijk dezelfde verhalen, maar dan in het Duits.
En ik was op een buurtfeest waar ontzettend veel mensen waren. Veel Duitse mensen en ook veel Turkse mensen en ook veel Marokkaanse mensen. En plotseling merkte ik dat mensen gingen kijken. Die zaten van, hé, die meneer die ziet er raar uit. En dat, ik weet nog heel goed, dat ineens een Turks jongetje, ik dacht van, bij het eerste verhaal, dat is de Hoxha. En dat gelijk iemand in het publiek dan keek, en een Duitse, en dat ik iets had van, ja, dat is de Hoxha, die is al heel oud. Al 750 jaar. En die mevrouw die kwam dan na de voorstelling op me af en zei me, heeft die meneer dan echt geleefd? Ik zei, ja, natuurlijk heeft die meneer echt geleefd. En waar woonde hij dan? Ik zei, ja, in actie. En zo praat je dan met mensen over de dingen die je doet. Ah, dat is erg leuk.